Vandaag gaan we reactievergelijking kloppend maken. Waarom willen we dat doen? Nou, ik vind het sowieso belangrijk, maar misschien wil je echt weten waarom we dit willen doen. Jullie hebben scheikunde gekozen en dit bij scheikunde is een van de basisprincipes. We moeten met elkaar kunnen praten en scheikundigen doen dat met reactieformules. En die moeten kloppend zijn. Maar met een beetje oefenen is dit zoiets waar je heel goed in kunt zijn. Ja, het zijn gewoon eigenlijk kleine puzzeltjes. Voorbeeld 1. We zien hier glucose, ja, met zuurstof, een verbrandingsreactie dus. Daar komt CO2 en H2O bij. Wat zie je wat ik al gedaan heb? Ik heb 2 tabelletjes gemaakt aan weerszijden van de pijl. En ik heb de verschillende atomen die voorkomen links van de pijl opgeteld. Ja, de aantallen opgeteld in een tabelletje gezet. En datzelfde heb ik gedaan hier rechts van de pijl. Ja, ook C, H en O, de 3 atomen die hier voorkomen, ja, die heb ik netjes opgeteld. Let goed op, ja, dat sommige atomen die kunnen voorkomen op verschillende plekken voor en na de pijl. Ja, zo zie je dat zuurstof komt op 2 moleculen links van de pijl, voor de pijl, en 2 moleculen rechts van de pijl uit. Goed, hoe gaan we beginnen? We gaan gewoon bovenaan beginnen. En waarom bovenaan? Nou, omdat de C, het C-atoom, komt alleen maar op 1 plek voor de pijl, en op 1 plek na de pijl. Ik wil makkelijk beginnen. Ja? Ik zie hier 6 atomen koolstof voor de pijl, en maar 1 na de pijl. Daar moet ik natuurlijk een 6 van maken. Hoe doe ik dat? Door er een 6 voor te zetten. Ja, nu heb ik 6 atomen koolstof na de pijl. Ja, nu denk je misschien, waarom doe ik dan niet een klein 6 hier zo onder? Want er staat ook een klein 2 onder die O. Maar dat mag niet, want dan maak ik een heel andere stof van. En dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat dit koolstofdioxide blijft. Dus ik mag alleen maar hier, en dat noemen wij een coëfficiënt, die mag ik veranderen. En ik mag niet, ja, aan de indexen, ja, mag ik aankomen. Dus die kleine cijfertjes, daar blijven we af en daar mogen we ook niks bij maken. En overal waar niks staat, er staat op dit moment een 1, maar die hoef ik niet te noteren. Ik heb koolstofatomen heb ik gelijk gemaakt, maar misschien denk je, ja, maar als die 6 hiervoor staat, geldt dat ook voor die zuurstof. En daar heb je helemaal gelijk in. Ja, deze 6 geldt ook voor die zuurstof. Dus mijn zuurstofatomen, die heb ik nu ook gewijzigd. En dan moet ik goed aanvullen in mijn tabel, anders ga ik de mist in. Dus ik heb nu 6 keer 2 is 12. Ik heb nu 13. Ik heb nu 13 zuurstofatomen rechts van de pijl. Ik heb er 8, ja, links van de pijl. Nog steeds zuurstof, ja, gaan we ons niet mee bemoeien. We gaan met het volgende makkelijke atoom, namelijk waterstof. 12 waterstofatomen hier, 2 atomen waterstof aan de rechterkant van de pijl. Nou, 6 keer 2 is 12, dus ik plaats hier een 6 voor. Ja, dan wordt dit 12 waterstofatomen en 12 waterstofatomen links. Dus die heb ik ook al voor elkaar. Ook daar weer, ja, ik heb natuurlijk die waterstofatomen aangepast door er een 6 voor te zetten. Maar ook die zuurstofatomen. Dus ik heb nu 6 keer 2 is 12 plus 6. Ik heb nu 18 waterstofatomen rechts van de pijl. En ik heb er links, heb ik er maar 8. Ja, dus nu moet ik wel met die zuurstofatomen aan de slag. Ja, want ik heb koolstof is gelijk, waterstof is gelijk, zuurstof blijft het enige over. Ik moet er 18 van maken. Ik heb hier al 6 staan, daar ga ik voor de rest niet aan sleutelen, want anders begin ik weer terug bij af. Ja, dus ik moet er hier nog 12 bij krijgen, dus ik moet er 10 bij. En ik plaats er een 6 voor en dan heb ik ook hier 18 zuurstofatomen. Want ik heb er 6 hier en ik heb er 12 daar. Ja, 6 plus 12 is 18. Ik heb nu, dat kan ik zo nog een keer natellen. En dat zie je, ik heb nu een kloppende reactievergelijking. Daar heb je je scheikunde docent dus helemaal niet voor nodig om dit te checken. Dit kan je gewoon helemaal zelf. Ja. Volgende voorbeeld, dit is een lastige. Ja. Ammoniak en zuurstof, want NO2 gas en water, plus teken, is weggevallen. En water, oké. Okay. Ook hier weer 2 tabelletjes. Die tabelletjes heb ik ook alweer ingevuld. En je denkt, nou, dit wordt een appeltje-eitje. Ja, want stikstof is al helemaal klaar. Ja, dat is mooi. Is helemaal klaar. Dus ik ga met het volgende, dat is waterstof. Waarom waterstof? Ook weer hier. Kom maar 1 keer hiervoor en 1 keer daarvoor. Dat is een makkelijke. Ja, dus die probeer ik gelijk te maken. Nou, dat wordt nogal lastig. Want hier staat er een 3 en hier een 2. Ik kan hier een 1,5 neerzetten, maar dat hebben we liever niet. Ja, dus ik weet dat als ik hier een 2 voor zet en hier een 3, dan wordt dit allebei 6. Ja, dat is een trucje wat je vanaf nu ook kan. 6 waterstofatomen, maar ik heb natuurlijk die 2 hier voor de stikstof gezet. Dus ik heb nou ook 2 stikstof.
En ik heb die drie hier, heb ik wel die waterstofatomen heb ik helemaal in orde gemaakt. Maar ik heb nou drie zuurstof hier, plus twee daar. Dus ik heb er nou hier vijf van gemaakt. Nu denk je misschien, goed, dan gaan we door met de zuurstof. Maar nee, nee, die gaan we nog steeds bewaren tot het laatst. Ja, we bewaren bij scheikunde niet het lekkerste tot het laatst, maar het meest vervelende. Want ik heb natuurlijk weer een probleem met mijn stikstofatomen gekregen. Twee stikstofatomen hier en maar één daar. Ik ga weer hetzelfde doen. Ik ga er gewoon een 2 voor zetten en dan wordt dit een 2. Ja, maar dan heb ik nu ook 4 zuurstofatomen hier. En ik heb er 3 daar. Dat worden er dus 7. Ja, maar nu zit ik goed op weg. Want stikstof gelijk, waterstof gelijk. Nu alleen die zuurstof nog. Ik heb hier een 2 en een 7. En ik weet nog van vroeger dat 2 keer 3,5 is 7. Dus ik kan die 3,5 kan ik gewoon hier invullen. Maar dan zit ik weer met die halve in mijn reactieformule. En dat mag niet. Dus, wat kan ik doen om dat tegen te gaan? Ik ga alles wat hier staat, ga ik met 2 vermenigvuldigen. Dan wordt dit een 7. Ja, dan wordt dit geen 2, dan wordt dit een 4. Dan wordt dit geen 2, dan wordt dit een 4. Dan wordt dit geen 3, dan wordt dit een 6. En nou heb ik een kloppende reactievergelijking. Bam! Ja, wat heb ik nou gedaan? Ik heb tabelletjes gemaakt. Ja, ik heb de aantallen van alle atomen heb ik opgeschreven zonder dat ik er Carroll-coëfficiënten bij heb gezet. Ik heb één atoom gekozen die makkelijk is, die maar aan weerszijden van de pijl maar één keer voorkomt. Ik heb coëfficiënten geplaatst om die gelijk te maken. Ja, ik heb weer alle tabelletjes netjes aangevuld. En ik ben terug naar 3 gegaan. Ja, of eigenlijk naar 2. Ik ben terug naar 2 gegaan. En ik heb de aantallen weer netjes genoteerd. En heb een volgend atoom gekozen. Goed, dit ging in vliegende vaart. Gelukkig kan je me af en toe op pauze zetten of terugspoelen. Ja, je scheikunde docent of ik heeft heel veel van dit soort reactieformules. Ja, probeer gewoon te oefenen. Dit moet je kunnen. Ja, zeker als je er 5 of 10 gedaan hebt, dan heb je het trucje vast en zeker door. Ja, volle punten op je toets voor reactievergelijkende kloppend maken. Heel veel succes!